Ja, het vaderschap voor mij is 24 uur per dag werken. Er zijn, nu geen luiers meer verschonen, maar met mijn dochter de ene dag barbies kopen en de andere dag vissen. Ik ben 7 dagen in de week vader en ik ben niet van de papadag, want elke dag is papadag in mijn beleving. Je bent er voor de kinderen. Je bent er altijd. Je gaat voor ze. Voor mij betekent vaderschap verantwoordelijkheid en vrijheid en toekomst. Foto's van mannen in poses die horen bij zwangere vrouwen in de kunsthal en daarbij een boek, Ode aan de Vader. Ja, ik heb zelf een moeilijke relatie met mijn vader. En ik stoorde me ook een beetje aan het feit dat vrouwen altijd over zwangerschap, hoeveel weken, weet je wel, en dan wordt er niks aan een man gevraagd. Van hoeveel, want wij moeten ook 9 maanden, weet je wel. Al dat gezeur en al dat gekreun. En één vader zegt heel mooi van, de bevalling is ook hard werken voor de man. Want hij moet ook meepuffen en ook de navelstreng doorbijten en dat soort dingen. Nee, en ik had zoiets van, ja, what about the father, weet je wel. Nou, wat is er dan met die vader? Volgens Kees wordt hij dus onderschat. Op naar Plaswijk Park, naar de vader in zijn natuurlijke habitat. Ja, heel veel aandacht gaat natuurlijk gewoon uit naar moeders de vrouw. Wat op zich ook wel terecht is, want die draagt het kindje in de buik. Maar de vader, ik zeg altijd zo, moeders de vrouw is bijtje. En het mannetje is zeg maar het werkbijtje. Die doet alles eromheen en die fladdert rond en regelt alles. Moet er inderdaad meer aandacht komen voor de man? Ja, dat mag wel. Ja hoor, ja, mag. Vindt u als zwangere vrouw, vindt u dat niet erg? Nee, vind ik niet erg. Nee, maar ik doe ook wel mijn best om een goede vader te zijn, ja. Hij pakt en neemt zijn plek in binnen het gezin. En wat dat betreft moet je denk ik aan de kinderen vragen of ze een goede vader hebben. Ja. Ik denk dat hij zijn rol wel heel goed vervult. Ja. Hebben jullie een goede papa? Ja. Ja? Waarom is dit een goede papa? Hij speelt heel veel met ons. De meningen zijn dus verdeeld. En toch maakt het boek Ode aan de Vader een hoop los. Ik heb dat boek zitten lezen van Kees. En nu al die verhalen zitten doorlezen, toch? En dan denk ik van ja, weet je wel, dat mis je gewoon. In gesprekken met vrienden die ook vaders zijn. En ja, dat heb ik toch altijd idee. Ik hoop dat meer mensen bewust maakt van joh, hey, je hebt ook een gevoel. Je bent niet van steen. Kom op, praten met elkaar. Aan de hand van de tekst die in het boek kwam, waar dit over gaat, heb ik mijn vader mee geconfronteerd van de week. Want ik wist dat het boek uit zou komen. Ik wist niet van welke manier, maar hij kon het beter van mij lezen. Er staan wat stekeligheden in. En ik heb met mijn vader daaraan een gesprek over gehouden wat ik niet had kunnen hebben zonder dat boek. Dus dat is heel grappig. Want ik noemde hem streng ergens. In een bepaald verband kan je dat eruit halen. Maar eigenlijk ben ik ook streng, omdat hij doet niet precies wat ik wil. En dat heb, ja, goed, dat kun je eruit halen. Dus dat is... ben ik Kees wel dankbaar voor ook. Ik denk dat met dit boek mensen veel verder gaan kijken dan de persoon op zich. Het zijn van vader. Dus, ja, want een vader moet vaak stoer zijn en er niet over praten. Precies. Die moet, precies. Echt het stereotype vader, dat moet, dat zijn wij voor de sociale maatschappij. Dus, en dat moeten we doorbreken. Nou, het was nooit mijn bedoel om iets te bereiken. Weet je wel, nu merk ik wel dat bijvoorbeeld het emancipatiecentrum interesse heeft om de discussie over mannenemancipatie op gang te brengen. Er komen allerlei verzoeken. En ja, ik wil gewoon 5 mooie fotoboekjes maken. En ja, dat het zo'n impact heeft, dat had ik niet verwacht.